Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag 18 september en vandaag ga ik met mijn beste vriendin naar Paranormaal Alternatief. Dat is een van de grootste spirituele beurzen, of misschien wel de grootste spirituele beurs van Nederland. Het is in de Broodfabriek in Rijswijk. En volgens mij wordt het meerdere keren per jaar gehouden. Volgens mij is de volgende editie gepland voor november. Dus mocht je daar naartoe willen, dan kan je hier zien hoe het een beetje eruit ziet. Ze hebben er echt van alles. Ze hebben er massages, ze hebben er waarzeggers, spirituele consulten, tarotleggingen, edelstenen, andere spirituele artikelen die worden verkocht, lezingen, workshops, aurafoto's. Dus ze hebben echt enorm veel. Ik ben heel benieuwd, ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Mijn spirituele pad begon natuurlijk ongeveer een jaar geleden of anderhalf jaar geleden met corona. Dus, en toen wist ik nog niet eens van het bestaan af, dat was echt pas sinds kort. Dus ik ga jullie meenemen, ik heb de toestemming gekregen om daar te filmen. Dus ik ga gewoon de steentjes filmen, wat er zo al te koop is, wat er zo al te doen is. En dan hoop ik dat het een hele leuke vlog wordt, alles bij elkaar. Het is voor mij wel heel vroeg, maar de deuren gaan om 10 uur open. En ik dacht als we dan aan het begin er zijn, dan is het nog niet zo druk. Dus dan kunnen we makkelijker alles filmen. En dan hebben we ook makkelijker parkeerplek. En dan kan ik ook weer op tijd naar huis, zodat ik gewoon weer lekker kan rusten. Dus we willen zorgen dat we er om 10 uur zijn. Dus ik ga me nu snel opmaken. En dan gaan we in de auto en dan gaan we daar naartoe. Vragen of jij deze kaartenset eentje uit wil halen, ongezien. Mm-hmm. En die leg je dan even, zonder dat je daar stiekem naar kijkt, naast je neer. Niet stiekem kijken. Niet stiekem kijken. Yes. Hartstikke goed. Dankjewel. Ik ga altijd blanco in. Mm-hmm. Hoe minder ik weet, is te beter het is. Ja. Dat ik ook niet weer leiden door verhalen. Ja, ik word er helemaal rustig van. Dat is het. Toen je zo maar dat rode, ik dacht zo heftig. Ja. En toen kwam dat groene, toen dacht ik, oh nee, gewoon rustig. Rustig, ja, dat is een wow. Ja. Dat kan het soms wel zijn, dat wow. Je probeert daar heel erg evenwicht in te vinden in wat je wil en waar je staat en waar je naartoe wil. En, een soort van weegschaal balans. Wat is hier? Ja. Weet je, je hebt twee stromingen. De ene die gaat zo over je heen. En de andere die gaat zo over je heen. De krul. En één krul is aan de onderkant van betekening. Wat is wel wat inhoudt, is dat je daarin wel gewoon je mannetje staat, de stevig staat. Maar aan de andere kant dan weer een stuk minder. Omdat je daarin nog een beetje zoekende bent. Mm-hmm. Dat je een stukje belemmering voelt of, ja, of tegenspraak voelt of je niet begrepen voelt of dat soort dingen. Daarom heb je hier dus de bodem geraakt, dus dat je best wel zoals het daarin stevig staat, weet wat je wil. Het oog zit ook hier aan de ene kant achter die roze wolk, zeg maar. Omdat je dus het moeilijk vindt om je volledig om er met links en rechts te staan. Snap je wat ik dat bedoel? Ja.
En dat belemmert dus je zicht. Terwijl het roze is wel een goede kleur. Ja. Het staat voor liefde, het staat voor zachtheid en het staat voor het kinderlijke in jou, weet je wel? Dus de kinderlijke energie en de sprankel in je. Ja. Dus dat is ook positief. Alleen het is eventjes voor jou even zoeken van hoe ga ik dat in je gevoel, zeg maar, vormgeven. Zodat het echt alsof je een jas aantrekt. Ja. Dat het gewoon lekker zit. En nu ben je daarin gewoon heel erg zoekende. Het gezicht is groen. Wat dus inhoudt is dat je... ik kan het woord dus weg. Dat je nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Dus je wil groeien, je wil leren. Je bent niet iemand van, oh, dat kan ik niet, dan doe ik het niet. Weet je wel, je probeert daarin dan gewoon door te zetten en daarin mee te gaan. En je geeft daarin dus niet op, omdat je het wil proberen. Wat is weer, hè? Ja, tot gevolg. Snap je? Ja. Dus daarin zit dan weer die balans. De blauwe ogen staan voor helderheid. Je wil helderheid. Je wil mensen om je heen die jou helderheid geven. Niet met je meepraten, niet met je meekletsen. Als jij het gevoel hebt van het is A en mensen zijn B, dan heb je iets van, je wil vertrouwen. Je wil mensen om je heen hebben waarbij jij je goed voelt. Dus dat is de helderheid van het blauwe in je gezicht, ja, van de ogen, dat je daarin ook wel gewoon duidelijkheid wil. Is het niet zo, wees dan ook niet getreurd of zeg sorry. Je leek me aardig, ja, maar ik ga verder. Ja. Blijf jij maar in de trein zitten. Ja. Ik stap hier uit en dan ga je de volgende trein. Of andersom. Ja. Snap je ook dat bedoel? Ja. Je hebt een pupil. Dan zou dus, dat je wel de focus met de ogen. Dat je dus niet je hoofd naar beneden gaat hangen. Het zijn natuurlijk wel momenten, want het is niet helemaal open blikveld. Maar ze zitten er wel, de pupil. Standvastigheid. Het gele eromheen, zo leuk om weer aan de beurt te beginnen. Jij bent de eerste, dat is goed. Alles vertellen. Ja. Het gele eromheen is zeg maar het omarmen van de energie. Dus zodra je een bepaalde energie voelt waar je lekker voelt, dan is het van, yes, weet je wat? Dan komt dat meisje in jou komt dan naar boven en is van huppelen, springen, dansen. Dat gevoel, dat is het gele. Enthousiasme en het mooie in jou. Dus dat is wat de tekening. Ja, ik zou zeggen, ja, jij kent mij het beste. Dus, meestal, hè? Ja, het is echt mooi gedaan. Ja, prachtig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Helemaal goed. Dan heb je natuurlijk een kaart getrokken van tevoren. Dan mag je die omdraaien. Andere, ja. Ja, inderdaad. En ook hier die zwierigheid van die rok. Ja. Het gaat alle kanten op. Het danst, het leeft, het geniet. Ja. Motivatie, volharding, beweging en blijdschap. Ja. Nou, tof joh. Ja, heel mooi. Die er zo op zitten. Daarbij kijk ik hoe ver
ga ik gewoon van start. En als je denkt, oh, dit is niet lekker, geef het aan. Ik ben sportfysio gewend, dus... Oh, okay. Ja, sommigen zeggen wel, als je bent harder dan mijn fysio. Dus ja, maar ik voel altijd eerst, hoe voelt het lichaam aan, dus ik ben rustig bezig. En op een gegeven moment ga ik mijn duimen erin zitten. En dan zeggen de meesten wel, oh ja, ik heb toch wel erg last van. Ja. Leuk dat je er bent. Ik ga vandaag een foto van je aura maken. Je aura, dat is een heel bijzonder iets natuurlijk. Een stukje van jezelf dat je op de meeste op het oog gewoon niet
ik heb een camera en apparatuur waarmee ik dat wel zichtbaar kan maken. Bedenk dat je in principe alle energie in je hebt. Alleen, wat past bij jou? En wat moet uit je tegenkomen? En dat laatste, dat heeft vaak te maken met wat er gaande is in je leven. Wordt er een beroep op je gedaan, wat voor jou heel makkelijk is, dan heb je dat bij de hand. Maar soms moet het ook uit je tegenkomen. Maar dan ga je dus ook wel van hand en dan krijg je daar ook een ontwikkeling in. En dat zien we dus ook weer terug op de foto. Nou, dat noemen we een heel leuk boekje. Dat heb ik geschreven toen ik dit 25 jaar deed. Ik denk, oh, laat ik mijn ervaringen, mijn wijsheden maar eens de wereld inslingen. Dat is dit boekje geworden. Dan kun je dus heel makkelijk kijken van waar iets op de foto zit. Kun je precies opzoeken in een boek. Het is natuurlijk altijd leuk om daar even persoonlijk naar te kijken. Dus ik wil jou uitnodigen om bij mij op de foto te komen. En dan gaan we eens even kijken wat we te zien. Oké. En wat ik dus doe is, ik ga nu radiogolven door jouw systeem heen sturen. En die stuit op weerstandjes. Dat is jouw elektromagnetische veld. Die informatie gaat erin, wordt gekoppeld naar de computer. En de computer ontvangt die gaat vertaald in de kleur met dezelfde golflengte. Kleuren staan op het golflengte. Dus en als je bij jou zeg maar een bepaalde meting heeft, dan kan de camera ook. Oh, dat is hetzelfde als de kleur blauw. Die gaat dan blauw aan maken. Ja, dus de eerste foto kan er ook mee. Ja. Het duurt dus altijd even. Ja? Ja. Het is ziek. Het is eigenlijk geel, hè? Ja. Geel met een klein beetje groen er doorheen. Nou ja, ik had dus een tekening aan te maken. Dat is heel bizar. Alleen de krulletjes kloppen. Nee. Oké, nou die gele energie, dat maakt dat jouw energie heel erg in jouw hoofd zit. Dus je bent heel veel aan het denken. En ik heb ook een beetje het idee, kijk, het is de eerste keer na anderhalf jaar dat we elkaar allemaal weer een beetje mogen zien. En we hebben natuurlijk allemaal een heel bewustzijn doorgemaakt in deze periode. We worden als het ware helemaal teruggeworpen naar onszelf. Zo erg zelf dat we in een lockdown hebben moeten zitten. Nou, dan wil die energie wel in je hoofd gaan zitten. Hoor. En dan denk je, en dan heb je heel veel gedachten van waar gaan we toch naartoe met deze wereld. En hoe moet het nou met mij en met mijn toekomst. Dus ik zie het heel veel dektankjes van vandaag voorbij. Daaromheen zit een beetje groen. Dat groene is jouw zorgzaamheid en jouw empathie. En jij vindt het heel fijn om echt contact te maken met mensen. Dus je wil die connectie voelen. En daarin zit ook je zorgzaamheid. En ik heb bijvoorbeeld geel. Dat zijn mensen die kunnen in de huid kruipen van een ander. Die kunnen dus ook bijvoorbeeld heel goed in de verf komen. Die kunnen precies even heel snel, oh, die moet ik zo aanpakken. Alleen omdat er bij jou een groene zweef overheen zit, gaat dat een laagje dieper. Dus dat is de werkelijke empathie. Dus dat is Ja, dat kan ook wel zwaar zijn hoor. Dat kan ook wel zwaar zijn. Ja. Hier zit het oranje. Het oranje is vernieuwing, verandering. Je wil een vernieuwing, je wil het veranderen. Je wil, ja. Als leven ideeën, die creativiteit die wil eruit. Dus die beweegt op je hart, een beetje de pijn. Dus. Maar je begreep het wel. Dus soms dan, weet je wel, gaat je hartchakra voor je diepste emoties. En als er pijn gedaan wordt, dan willen we het eigenlijk meteen loslaten. Maar dat gaat niet, we moeten het eerst begrijpen. En het begrijpen, dat zit hier. Kijk, en als je het goed krijgt,
als het goed is, dan komt er straks ook groen overheen. En dat wil zeggen dat je het gaat accepteren. En als je het accepteert, kun je het oplossen. Ja. En je zit daar even in het begrijpen. Ja. Ja. Ook dat zit er in je hoofd. Ja, dat voel ik, ik voel hem allemaal, ja. Zo, ik ben weer lekker thuis. Waar moet ik beginnen? Ik heb tussendoor niet echt met jullie gepraat. Want ik... De kat springt van het trappetje af. Ik heb het ondertussen niet echt met jullie gepraat. Omdat het was veel indrukken in één keer voor mij. Ik was nog nooit op zo'n beurs geweest natuurlijk. Ook niet op de huishoudbeurs of dat soort dingen. Überhaupt beurzen. Alleen als kind ooit bij zo'n knutsel... beurs, zeg maar, waar je allemaal knutselspullen kon kopen. Dus ik wist niet zo goed wat ik van moest verwachten. Nou, de eerste fout merkte al meteen toen we binnenkwamen. Ik had die tekening laten maken die jullie hebben gezien bij Van Eefje. En ik kwam erachter dat wij geen grote tas mee hadden genomen. Als in geen boodschappentas, geen rugzak, geen trolley. Helemaal niks. Alleen een klein handtasje. En
ja, daar passen natuurlijk niet spullen in als je dat gaat kopen en als je dingen gaat laten maken. Dus dat was al de eerste fout voor de volgende, voor de volgende editie. We zijn dus eerst langs alle, alle experiences gegaan. De dingen die je kon doen. Dus daar waar de massages gegeven werden en tarotlezingen en dat soort dingen. Nou, dat hebben we dus gedaan. Die vier dingen die jullie hebben kunnen zien. Bij Van Eefje voor de tekening. Bij Esmee Zen de chakra healing / drukpuntmassage. Bij Colorful People de aura foto. En bij Alex Massage uit Breda de, het hele losmaken van mijn schouders, nek, alle spieren in mijn rug, zeg maar. Daarna zijn we gaan eten. Toen was het ondertussen al 12:30. Nou, er stond echt een rij voor het eten. Dat is niet normaal. Dus we hebben echt denk 3 kwartier gewacht voordat we konden eten. Toen had ik het natuurlijk eigenlijk al gehad. Want mijn lijf is na een paar uur wel al redelijk op. Ik bedoel, ik was om 7:45 al wakker. En ik ben nooit zo vroeg wakker. Om 10:00 waren we daar. En dan kan je wel raden dat ik om 12:30, 1:00 het wel een beetje gezien heb. Maar ja, toen hadden we nog helemaal niet de beurs zelf gezien. Dus alle verkoopstandjes en zo. Dus toen hebben wij gegeten. En toen zijn we nog een hele ronde gaan doen langs alle standjes. En toen heb ik wat dingen gekocht. Die zal ik even laten zien aan jullie. Het eerste wat ik heb gekocht is deze aura spray bij Daphne Rose. Zij maakt ook heel veel kaarsen en zo. Maar het is ook aura sprays. Ik ben gek op aura sprays. Deze heet Fresh Energy. Ik gebruik altijd aura spray. Je sprayt hem dus gewoon om je heen in je aura. Je kan hem ook als room spray gebruiken om je kamer lekker te laten ruiken. Ik gebruik dit altijd eigenlijk. Ik heb er eentje van de Be Your Own Muse cursus die ik heb gedaan bij Own Your Flow. En elke keer, ik heb die altijd opgespoten dan met de intentie dat we sexy vrouwen, dat ik een sexy vrouw was, zeg maar. Tijdens die cursus. Dus nu elke keer als ik hem om me heen spreek, dan voel ik echt die sexiness. Zo van yes, ik kan het, weet je wel. En ik heb de laatste tijd gewoon heel veel dat ik heel erg nerveus ben voor dingen. Dus ik dacht fresh energy, meer energie, nieuwe energie, lekker. Dan heb ik bij Happylist 2 Mabon producten gekocht. Dat is de nieuwe feestdag die eraan komt. 21 september is het Mabon, de paganistische feestdag. En dan begint het weer opnieuw, tenminste voor mij, zeg maar, weer bij Soen. Dan zijn we de kalender rond. En dit is dus een kruidenthee met kamille en appel onder andere. Superleuk in zo'n flesje. Ik heb deze ook van Soen. En een geurkaarsje met appelkaneel. En dan als laatste 3 kleine steentjes bij Crystal Cave. Ik kon het niet laten. Over 2 weken hebben we de mineralenbeurs. Gaan we ook naartoe, ga ik ook vloggen. En dan ga ik echt voor stenen kijken die ik nog niet heb en zo, bijzondere dingen. Maar voor nu dacht ik, ik zag een paar trommelsteentjes die niet heel duur waren en die ik nog niet heb. Dit is euliandiet, zilverbladjaspis en sneeuwkwarts. Dus ik dacht, ik kan het toch niet laten om wat steentjes mee te nemen. En dit was dus uiteindelijk de prachtige tekening van Eefje in close-up. Heel mooi en ook echt wel passend bij de aura-foto. En dit is het mooie boekje wat bij de aura-foto zat. Hier zit dus mijn foto in. Mijn mooie geel-oranje-groene aura. Hier staat dan allemaal informatie in. Zodat je hem zelf ook kan uitlezen. Wat het betekent, welke kant voor wat staat. Dat soort dingen. En hier heeft ze dus een mooi, een lief berichtje ingeschreven. Dus ook Marieke, dankjewel. En ik had in principe nog een set orakelkaarten gekocht. Maar achteraf gezien gaat mijn moeder die wegleggen voor kerst. Voor een kerstcadeautje. Omdat ze krijgt binnenkort haar operatie. 8 oktober wordt ze geopereerd. Die zware hartoperatie waar ik het over had. Dus ja, zij heeft niet echt de tijd waarschijnlijk om kerstcadeautjes te gaan kopen. Want ja, ze ligt daarna een paar weken in het ziekenhuis en ze moet lang revalideren. Dus dat is alvast een kerstcadeautje voor mij. En dus dan hadden we alles gekocht. We zijn eigenlijk niet toegekomen aan lezingen of
demonstraties. Die waren er ook in de andere zaal. Maar ja, ondertussen was het 2:30 of zo, geloof ik. En toen, 2:30. Nou ja, in ieder geval. We zagen iemand die de toekomst voorspelt aan de hand van botten. Dus gooi je dan botten op een blad met, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ze kunnen uit botten de toekomst lezen, voorspellen. En dat leek me heel interessant, omdat ja, er zaten daar echt honderden masseurs en tarotlezers en handlezers. Maar dit was echt iets anders. Dus ik dacht, ja, dat wil ik dan misschien nog wel doen. Maar ja, we hebben daar 3 kwartier aan wachten, geloof ik, 1/2 uur. En toen bleek dat ze alleen op afspraak werkt. Want ze heeft het zo druk op die beurzen dat ze altijd vol zit. En het laatste plekje was 4:30. Nou, het was 2:30 of zo, 3 uur. Ik zeg, dat gaan we dus niet doen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik wil naar huis. Dus dat hebben we uiteindelijk niet meer gedaan. Wie weet een volgende beurs. Maar wij zijn lekker naar huis gegaan. Maar ja, er hangen daar natuurlijk zoveel energieën. Ik bedoel, als je daarin gelooft, is het natuurlijk de paranormale beurs. Ja, iedereen is bezig met energieën verspreiden of verlichten of weghalen of juist naar je toe trekken. Het is gewoon heel heftig qua indrukken wel. Ik heb ook echt onwijze hoofdpijn nu. Dat zou ook kunnen komen omdat ik natuurlijk twee massages heb gehad. Dus als ik naar de fysio ben geweest, is het ook altijd eerst veel erger voordat het beter wordt. Dus ik moet dat denk ik gewoon een beetje eraf slapen en goed water drinken. Maar ik vond het wel heel leuk. Er hing echt nog wel een goede sfeer. Het was gezellig. Het was ook wel best wel druk, want het was uitverkocht. En dat volgens mij stond er op internet dat dat betekent dat er 1500 mensen binnen waren. Niet zo druk dat je dus niet kon lopen of in mijn geval rollen. En dat je echt helemaal op elkaar stond. Maar ja, er was natuurlijk ook geen 1,5 meter afstand meer. Dus het was wel rumoerig, zeg maar, qua geluid. Maar dat was dus mijn vlog van de paranormale beurs, van Paranormaal Alternatief. De volgende editie is in november, geloof ik. Moet je even op hun Instagram of op de website kijken. Ik zal hieronder in de beschrijving linken. Ik zal ook linkjes zetten naar de lieve mensen waar ik heb mogen filmen. Dus Colorful People, Esmee Zen, Van Eefje en Alex Massage Breda. Want dat is heel lief dat ik dat mocht vastleggen. En nou ja, wie weet ga ik een volgende keer weer. Ik geloof dat deze beurs echt 3 keer per jaar of zo gehouden wordt. Dus er komt vast wel weer een editie aan dat we weer gaan. Maar ja, ik kreeg hier natuurlijk nu deze keer gratis kaartjes voor. Zodat ik het aan jullie kon laten zien. Dus nogmaals ook bedankt aan Paranormaal Alternatief. Aan de organisatie dat ik hierheen mocht. Ik vond het echt onwijs leuk. Ik ga nu wel even lekker bijkomen. Want woensdag vertrekken wij alweer naar Texel. Voor de allerlaatste sleeve sessie. Als het goed is. En dan is die eindelijk af. Dus daar moet ik ook weer fit voor zijn. Dus ik ga echt mijn rust pakken de komende paar dagen. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!